Hola. Goed. Dus er is een programma van Autodesk die 3ds Max noemt. En omdat wij via de West dus daarbij zitten, kunnen wij normaal gezien een licentie aanvragen. Dat is dus het programma dat ik gebruik en blijkbaar Giel ook. Dat we zo bij de random bij over spreken tijdens mijn vorm feedback sessie. Je kunt dus gewoon kiezen welke versie dat je hier zou willen. Oh, het werd net niet goed. Ja, boeien, ik denk dat je eerst moet inloggen of gaat een keer reloaden. Vreemd. Dus ja, ik ben ook gewoon gesigned in met mijn gewest e-mail. Ah, rip. Vier. Goed. Alright. En dan zou ik kunnen kiezen welke versie dat je wilt. Ik denk dat ik deze heb, maar het boeit eigenlijk niet zo goed. Allee, het boeit eigenlijk niet zo welke dat je hebt. Het boeit gewoon dat je ingelogd zit met je gewest e-mail en dan kun je die programma's gratis afhalen. Dus als je dan dat programma gaat opendoen, ga je zoiets te zien krijgen. En daar kun je dan van Inix je file insteken als een STL-file. Ga ik kijken, normaal gezien heb ik nog een voorbeeldje zitten van de doos dat ik geprobeerd heb om te doen. Nee. Kijk in mijn prullenbak. Moet eigenlijk gewoon een STL-file zijn, want een CAT-file of een PRT-file kan die niet laden. Deze file gaat wel werken. Dus dat is bijvoorbeeld een stukje van de doos dat we gemaakt hebben voor CAD, voor ontwerp en prototyping. Dan ga je naar File, Import, Import, en dan kun je kiezen van waar. Oké, ik wou dat stuk dat ik net uit mijn prullenbak gehaald heb. Ik weet niet echt wat dat doet. Ja. Gewoon op Unify Normals, dat moet er zeker staan, anders kan het zijn dat je wat zwarte plekken gaat hebben op je model. Alright. Dus nu is dat gezet. Allemaal goed. En hiervan zou je al gewoon een hele basic render kunnen nemen. Als je dan gewoon hierop klikt. Poef. Scanline renderer. Dat is voor de heel basic renders te doen. En dan kun je dat al te zien krijgen. Maar dat is niet wat je wil. Wat je wilt is deze renderer op Arnold zetten. Dat is een veel, veel beter ding. Trust me. En dan deze op Active Shade Mode. Om te kunnen previewen wat je aan het doen bent. Ik heb dan ook op een kleine resolutie, als je dat grotere resolutie gaat zetten, als je het op HDTV zet, en je doet echt zo, ja, je volledige schermresolutie, gaat dat veel langer duren om te renderen. Dus voor een kleintje om alles in te stellen. Dus als je dat nu gaat doen, Active Shade Mode van de Arnold renderer. Goed. Dan ga je zoiets krijgen, maar dat ziet er nog altijd wel fucking brak uit eigenlijk. Dus dat gaan we nu kunnen aanpassen. Hoe pas ik dat aan? Ja, waar ga ik dat window nu zetten? Ah, die even zetten. Oké. Okay. Net zoals met echte fotografie, kun je dat, dus dat gaan we nu ook updaten met wat hij doet. Hè. Dus net zoals met echte fotografie, kun je daar eigenlijk een studio van maken. En dat ga je dan met die primitieven moeten doen. Je kunt dat in een box doen. In de box doe je door topview te gaan. Je kunt hier navigeren. Je kunt dat gewoon daarover zetten. Nu ga je de hoogte in. Als je nu naar perspectief gaat, zie je zo'n doos. Best nog wat vergroten. En verlagen, want dat is totaal niet nodig dat het zo groot is. Oké. Okay. Dan doe je convert to edit poly. Goed. Zorg je dat je daar een face kan van wegdoen. Goed. En dan ga je dat selecteren. Ga je de faces flippen, want anders ga je ja, geen goede rendering van binnen krijgen voor je Infinity of iets anders wat je wilt doen. En waar dat staat is hier, flip. Dat zorgt ervoor dat de normals naar binnen gaan pointen en dat je gaat kunnen een materiaal hieraan toevoegen. Dan kun je naar binnen komen en kun je zeggen van ja, ik wil hier eigenlijk wel een camera hebben.
En dat stuk moet een beetje naar boven. Oh. Het is mooi aan het meegaan, maar je ziet zelf die materialen en al zijn niet oké. Dat is nog te reflectief en al, maar dat is allemaal voor straks. Dan kun je hier deze mesh wat aanpassen. Ten deze. Oh. Nu ben ik gewoon wat lijntjes aan het toevoegen. Inset. Zet daar wat lijntjes in. Kijk, als ik op F4 druk, ga je dat kunnen zien dat er daar lijntjes in zitten. Hoe kun je dat doen, zo'n lijntje? Ik heb dat gedaan met een shortcut. Je kunt daar al je zijden selecteren. En gewoon op connect drukken. En dan kun je daar wat zijden in toevoegen. En dat gaat nodig zijn dat je daar zijden in toevoegt, anders ga je shading niet goed zien. Dus voeg daar wat zijden in toe. Goed, dat is nu een vierkant. En dan gewoon een new modifier list. Op turbo smooth gaan. Goed. En daar gewoon wat iteraties bij zetten. Tot dat goed glad is. Top. Dan moet je daar ook nog een camera in krijgen. Camera voeg je toe langs hier. Dan doe je gewoon met een target. Ik wil natuurlijk een camera met een target. En dan zet hem gewoon neer. Dat is niet erg dat hij slecht staat eerst, want nu staat hij echt niet goed. Maar we kunnen hem bewegen, hè. En die target kun je ook bewegen. Als je hem kunt selecteren. Oh. Oké. Okay. Dan kun je gewoon op C klikken. En dan zet je in je camera view. En dan kun je in je camera view nog alles veranderen dat je wilt. Maar je ziet nu weer, hij staat eigenlijk te dicht. Want dat kader toont eigenlijk wat dat hij gaat renderen straks. Hij staat te dicht en te laag ook. Dus voor een goede render wil je dat een beetje achteruit hebben. Dat je wat de zijkanten ziet ook van je render. En naar boven zetten dat het toch wel een toffer view heeft van je beeld. Als ik nu op C ga klikken, gaat dat misschien al beter zijn. Hij is bezig. Fuck. Ja. Oké. Okay. Dat is al een betere view, maar dat ding is eigenlijk nog altijd te klein. Onze render, onze studio. Dus dat mag echt groot staan. Dat is niet erg dat het zo groot is. Het is gewoon het feit dat die horizon dan niet te zien gaat zijn in je render. En dat is iets belangrijker. Maar je kunt ook die horizon vermijden door gewoon je camera wat hoger te zetten. Dan ga je dat totaal niet zien. Maar dan heb je gewoon een kut angle. Dan kun je wel je object wat draaien, maar dat is niet de bedoeling. Het is beter dat je camera draait dan dat je object zit te draaien. Die horizon is niet zo erg, maar dat zie je zelf al wat je daar precies mee wilt doen. Dan dus het stappenplan. Wat hebben we nu? We hebben een camera, we hebben een target, we hebben ons object. Dat gaat uw model dus zijn. En we hebben onze studio. Wat hebben we nog niet? Een echte fotografie heb je ook een licht nodig. Goed. Heb hier standaard liggen, maar dat is niet voor welke render option dat wij gaan gebruiken. Wij gaan voor Arnold, omdat dat de betere renderer is. Giel gebruikt dat bijvoorbeeld niet Arnold. Giel gebruikt denk ik gewoon standaard, maar ik vind dat je wat ik straks ga doen niet zo goed kunt met zijn renderdinges. Dus zet dat op Arnold en zet daar een licht in. Oh, dat hoeft niet perfect gezet te zijn. Kun je dat alsjeblieft nog aanpassen. Oké. Okay. Wow, dat staat wel echt heel slecht nu. Oké. Okay. Helemaal out of bounds, maar maakt niet zoveel uit. Oké. Okay. Target wat verzetten. Target is best zo dicht mogelijk bij je object. Ik heb weer geswitcht naar top view met de shortcut T. Oké, okay, het staat nog gewoon veel te. Dat is shortcut F voor naar front view te gaan. Of je kunt ook V. Je kunt ook V klikken en dan uw view kiezen. Dus V top view. Oké, okay, het staat nog altijd niet goed. Goed, V. Front view. Oké, het staat nog altijd niet goed. Ja. Alright. Dus nu staat dat licht ongeveer goed. Maar weer een perspectief mode. VP kan ook. En dan druk de best weer op render. Via dit stuk. Render, render, render. Oh. Nee, dat is niet wat ik wil. Ja, render. Goed. En dan krijg je dat window. Nu, je ziet dat dat gewoon helemaal zwart is. En dat gaat eigenlijk liggen aan de instelling van je licht at the moment. Dus wat je kunt doen, is je licht vastpakken. En daar wat gaan prutsen met de opties. Voor een heel simpel ding, doe je gewoon Skydome. Dat is eigenlijk overal licht. En dan kun je bij de intensiteit en de exposure wat gaan prutsen.
Er zit daar een methode achter, maar ik ga dat nu niet helemaal uit de doeken doen. Het is best dat je dat gewoon een beetje beprutst. Van ah, wat lukt er niet? Is dat te breed? Is dat te fel? Zie je krijgt snel een respons van je renderprogramma zelf. Van gaat dat goed zijn, gaat dat niet goed zijn? Kijk, ik denk bijvoorbeeld, dat gaat bijvoorbeeld goed zijn. Kan ik kijken of dat gaat goed zijn bij mijn renderview zelf? Ik denk dat gaat er goed uitkomen als een basic render. Als gewoon een testconceptje gaat dat goed zijn. Maar ik denk dat mijn camera echt schuin staat ook. Dus ik ga dat recht zetten. Goed. Dat is beter. Oké, dus nu hebben we alles om een goede render te maken. Behalve een materiaal. En dat materiaal is wel belangrijk, want dat gaat moeten bepalen hoe reflectief dat je achtergrond is en hoe reflectief dat je stuk zelf is. En soms wil je dat anders, soms wil je dat niet. Want kijk, hier zie ik bijvoorbeeld dat dat geel hard gaat reflecteren wat dat erop staat. En dat is niet echt iets wat ik fan van ben. Meestal in mijn studio, allez, in studio wil je meestal wat doffer dat je object zelf, tenzij dat je echt voor dat super glossy ja, effect gaat. Oké, dus we gaan een materiaal toevoegen. Hoe doen we dat? Je klikt gewoon op M. Kom op. Ja, en dan krijg je de Material Viewer. Je kunt die ook hierop klikken. En dan doe je hetzelfde open. Maar het is beter dat je erop klikt en dat je echt de deze kiest. Want als je in deze gaat kiezen, ga je niet veel kunnen doen. Kijk, als je in deze kiest, ga je echt in een heel basic ding terechtkomen. En dat is, ja, dan word je zo wel in een hokje geduwd en dat wil je niet. Je wilt daar lang op drukken en in deze kiezen. Dan heb je de meeste keuzes om dingen te doen met je materiaal. Goed? Oké. Dus dan zitten we in onze materialen creator. We gaan daar ook echt niets advanced in doen. Echt niet. Gewoon iets heel basis. Dus je rechtermuis klikt. Ga naar materials. General. Nee, we zijn hier een general renderer aan het doen. We zijn Arnold aan het gebruiken. We hebben dat net ingesteld. We gaan naar Surface voor een heel normale surface shader te maken. Of ja, oppervlakte, weet ik veel wat. En dan gaan we naar Standard Surface. Niet moeilijk, gewoon vol. Al die opties moet je niets van aantrekken. Je collapse dat gewoon met dat plusje en dat minnetje. En je klikt daarop met dubbelklik. Dan zie je al die opties van daarnet hier verschijnen, maar een beetje overzichtelijk. Dan gaan we gewoon een kleur instellen. Stel, ik wil die achtergrond zwart of wat grijzer. Kun je dat daar instellen en dat is de hoeveel procent, hoeveel of hoe intens dat je kleur gaat zijn. Als ik zeg 1, is dat het meest intense grijs dat ik ga willen. Als ik zeg 0, gaat dat het minst intense 0 zijn, grijs zijn. En dan kun je de roughness of de hoe hard dat iets gaat reflecteren ook instellen bij die kleur zelf, maar je kunt dat ook bij je reflecties doen. Die roughness hier en hier. Dus dan ga ik kijken wat dat gaat geven, dat grijs. Even naar hier, naar dat grijs ding. Je sleept dat hier, je pakt dat vast en je doet dat gewoon naar het object. Zie daar die box verschijnen hier? Dus hier toont jou, ik ga dat materiaal doen op die box. Boom. Nu heb je iets heel basic, maar nog steeds heel reflectief op de bodem. Als ik hier mijn reflectiviteit naar 0,5 zet bijvoorbeeld, is dat de helft zo reflectief als wat ik hier zie. Je kunt ook met kleuren doen. Je moet gewoon in het gedacht houden. 1 is altijd wit, dat is altijd het maximum van iets. Zwart is altijd het minste maximum. Dus als ik hier mijn kleuren aanpas, ga je zien dat die reflectiviteit ook van reflectief naar mat gaat gaan. Maar het werkt niet met die kleuren, het werkt gewoon met values. Je kunt hier zelf wat tweaken, je kunt dat naar beneden doen. Voilà. Dat is al meer wat dat ik zou willen van de render. Maar ik render niet graag in grijs, ik doe dat bijvoorbeeld graag in een kleurtje. Dat hoeft niet heel fancy-smancy te zijn, maar ik render graag in een kleurtje gewoon omdat ik mijn object vaak een matte kleur geef of een heel normale kleur geef. Goed. En dan kun je je object zelf ook nog een kleur geven. Je kunt dat gewoon deze. Ik dacht dat je het ging copy-pasten, maar je kunt hem met Shift vertrekken. Dus als je daarover gaat gaan en je drukt Shift in, dus klik Shift. Ja, kom aan. Klik Shift. Bruh. Oké, nu is het gênant te worden. Oké, klik Shift. En dan heb je gewoon een kopie vast van wat je net aan het doen zei. Als je daar dan dubbel klikt, dan zie je dat die stippellijntjes van ding veranderen. Dus dan je kunt ook hernoemen als je zelf een betere naamgeving weet. Van ah ja, dat is de objectkleur. Voilà, en dat is de
achtergrond kleur. Maar dat hoeft niet. Allee, dat is eigenlijk allemaal voor het duidelijker te maken voor jezelf, maar dat hoeft allemaal niet. En nu wil ik bijvoorbeeld dat de kleur van het object misschien meer grijs wordt of zoiets. En ik wil dat dat heel reflectief is. Dan kun je dat zeggen van, ah ja, weet je wat, we gaan dat gewoon naar hoog zetten. Ik weet niet wat dat gaat geven. Het is altijd een beetje prutsen eigenlijk. Oké, dat ziet er wel kind of good uit voor een testrender. En wat je dan vanaf hieruit kunt doen, is zeggen van, oké, deze vind ik al er goed uitzien. Dus dan ga je weer naar renderer. Dat zijn je render opties hier. Ja. Goed. En dan kun je weer je setup aanpassen. Ik ben net gezegd van ja, ik ga dan een kleine render laten previewen, zodat ik kan meevolgen wat er gebeurt. Je kunt dat ook nog kleiner zetten. Maar dan, allez, dan heb je er nog steeds iets aan. Ik doe dat gewoon altijd met die Active Shade Mode om te zien hoe dat het er basically gaat uitzien. Maar dan kun je switchen naar als je echte render wil maken. Maar ik zou dat niet aanraden. Meestal als ik een render maak, is dat maar voorop rap en dan doe ik dat met Active Shade. Maar je kunt ook naar Production Rendering Mode gaan. Dat is dan echt voor je high quality renders te maken. Oké, Product Rendering Mode. Zorg dat die normaal gezien by default gaat die op Scanline Renderer staan. Maar je wilt dat niet, kijk. Dan doet hij weer dat. Dat wil je niet. We hebben net al onze lichten en onze materialen ingesteld op Arnold. Dus dan klik je weer op Arnold. En dan zet je eerst en vooral uw formaat goed. Oké. Dan kun je hier in je Arnold renderer nog zeggen hoeveel iteraties per ding dat je wil. Dus diffuse gaat over de kleur gaan, specular gaat over de reflecties gaan, transmission gaat zijn van, ah ja, heb ik iets dat transparant is of niet? En dan gaat hij daar meerdere keren over gaan. Als je iets hebt dat als transparant is, dan zet je dat best heel hoog. Zie, like, dat is bij default 8 bij mij, maar dat is normaal. Ik heb dat zo ingesteld. Dat als ik iets wil dat doorzichtig is, dat dat ook echt goed gerenderd wordt. SSS slaat op de schaduwen. En camera is gewoon hoeveel keer dat je die camera view wilt hebben. Maar dat is niet zo belangrijk. Ik zet dat gewoon op 3. 3 of 5 is goed. En de rest kom ik even niet aan. Ray limit total gaat eigenlijk over hoeveel rays van je licht dat je wilt. Maar dat zijn al de advancedere dingen. Kijk daar niet naar. Eigenlijk achter dit moet je ook niet echt kijken. Zorg gewoon dat die camera op 5 of zo staat. En dan gaat deze values normaal gezien ook wel meeschalen. Goed, maar hoe meer dat je hier aan prutst, hoe langer dat je renderer gaat duren. Dus dan kun je hier ook al Save As doen. En al je pad opslaan naar waar je dat wil opslaan. Ik ga nu bijvoorbeeld gewoon bureaublad kiezen voor de test. Desktop. En dan noem je dat gewoon ja, test, weet ik veel wat, CAD model. Poef. Je kunt het dan opslaan als eender wat. Ik doe meestal PNG, omdat je dan het minste data verliest. Save. Oké, deze PNG configuration gaat goed genoeg zijn voor mij. Boom. En dan druk je gewoon op render. En dan rendert hij dat uit. Nu, ik ga wel even bezig zijn. Je ziet dat ze zo allemaal gedot is. Dat is gewoon omdat die. Allee, je gaat echt puur gaan renderen op je chip van je CPU. Dat is geen GPU-renderer, want GPU-renderers zijn normaal iets sneller. Dat is wel een beetje merde, je kunt dat anders instellen, maar ik zou daar gewoon afblijven. Als je nog niet zo goed weg zit met dat programma, is dat totaal niet nodig dat je daar eigenlijk zo'n advanced shit gaat mee beginnen doen om die werking van die renderer aan te passen. Maar ik vind deze wel gewoon een goede renderer. Heal werkt bijvoorbeeld met die andere renderer. En dat vind ik persoonlijk wat slechter, maar M heeft daarmee leren werken, zei hij, en M vindt dat goed genoeg voor wat dat moest zijn. Ik zou voorstellen om gewoon met die Arnold te beginnen, want die Arnold kan meer dan de standaard renderer en echt, ze zit daar echt gewoon all good mee. Dus dat gaan we nu even zitten renderen. Dus ik ga hem even muten totdat het klaar is. Dat is heel normaal dat dat even duurt.
Alright, dus nu is onze render klaar. En dan kunnen we zeggen, ja, ik pak er nog één, maar van, in plaats van deze angle, van deze angle of van deze angle. Of verdraai die product wat, hé. Weet ik veel dat die meer in het licht komt, patati patata. Je kunt daar heel veel mee doen. Je kunt ook je licht aanpassen. Dus nu hebben we daar die Omnilight of die Skylight gepakt. Ik ga even mijn renderer weer omschakelen naar dat sneller renderer gedoe. Je kunt ook je licht aanpassen. En dat vind ik ook wel een goeie. Als je bijvoorbeeld iets zet dat je echt schaduwen, gedefinieerde schaduwen wilt mee hebben, dan moet je wel echt naar een ander licht overschakelen. Dat kun je niet blijven bij een Skyroam. Dus hier zie je Skyroam. Dan ga je echt moeten gaan naar Quad. En Quad is echt like een fotografie licht. Dus hier kun je dan de grootte van je, ja, je softlight bijvoorbeeld instellen. Dus dat is hier nu ja, mijn softlight zo gezegd. En dan kun je die box verschuiven. Maar je gaat altijd naar zijn target gaan. Dus ook al doe je dat zo. Ook al wil je dat verdraaien, normaal gezien gaat hij altijd wel meedraaien naar zijn. Hij verdraait zijn target toe. Of ik heb ze al twee vast of zoiets. Ja, vreemd, boeit niet. Maar dan moet je het ook wel wat dichter zetten en dan moet je de intensiteit ook wel weer veranderen. Hè. Maar dat is dan echt als je dan weer ja, advancedere shit gaat beginnen doen. Kom op. Je kunt tot 16 gaan of zo en dan zit je nog altijd goed. Als je hoger dan 16 gaat met deze values, moet je gewoon je exposure aanpassen. Oké. Okay. Maar dat is dan echt als je zo meer into the real photography gaat willen. Je kunt dat een beetje zitten verdraaien. Maar dat is dan als je een echt gedefinieerd schaduwvlak wat in. Zie je dan, dan zit het er echt op mijn licht zo hier. Het is daarmee het is gewoon moeilijker en dan moet je direct met meerdere lichtsetups gaan werken. Als je zo'n quad light doet, maar het is wel handiger als je iets propers moet renderen of. Allee. Ja, you get what I mean, denk ik dan. Maar blijf gewoon met die skybox voor wat dat je nu moet doen, denk ik dan. Dus ja, de output van onze foto was deze. En proef dan heb je gewoon je basic render. En dan kun je dat op eender wat swieren dat je wilt. Je ziet er nu, ja, ik heb niet zo goed gezet met mijn camera, maar dat is eigenlijk gewoon de basics. Een beetje rommelig vertaald. Maar een beetje rommelig vertaald, maar houd er gewoon rekening mee dat je renderer goed staat, dat je licht goed staat op Sky. Nu staat dat gewoon weer te hoog, omdat ik die values te hoog gezet heb. Ja, zorg gewoon dat het op Sky staat. Hé. Zorg dat je renderer op Active Shade Mode staat om te beginnen. In R-Node, dus dat gaat altijd by default gaat dat in scanline zitten bij een nieuwe file. Dus zorg dat dat op R-Node staat, op een kleine hoeveelheid. Hé. Zorg dat je materiaal niet vergeet. Hier. En als er nog vragen zijn, mag je het altijd gewoon gerust vragen. Goed? Oké. Okay.